Het zijn er te veel, ze duren te lang en tot overmaat van ramp zijn ze soms nog geestdodend ook. Vergaderingen. Zo zag onze redactievergadering er vanochtend uit. U ziet het al, in een weinig inspirerende ruimte, allemaal rond de tafel, hangend in een stoel. Het is nou eenmaal vergaderen zoals het er in het merendeel van de bedrijven aan toe gaat. Maar Ilan, er is hoop, want het kan anders. Ja, het kan zeker anders. En als je wil weten hoe, dan moet je naar het Hilton in Den Haag gaan. Want daar zijn ze begonnen met het nieuwe vergaderen. En dat ziet er zo uit. Welkom allemaal. We gaan vandaag beginnen met een energizer. Eigenlijk heel simpel. In 12 minuten, super effectief, gaan we het lichaam op een manier bewegen waarbij je dus helemaal in balans komt. Het doel hiervan is dat wanneer mensen terugkomen van hun break, opener zijn, veel meer inbreng kunnen hebben tijdens de meeting dan voorheen. Voor nu de stoelen naar achter en jullie kunnen ook de schoenen uitdoen. Dan gaan we voor de eerste beweging, die is om ruimte te bevorderen. Dus zowel in je lichaam als in je geest. Gaan we de handen zo naar achter brengen, met de vingers naar achter, duimen naar voren. En dan stappen we in een wijde positie. Wanneer je 2 uur in een meeting zit, je gaat daarna een break in, waarin je snel even je e-mail op je telefoon checkt, waarin je snel even je telefoontje doet, waarin je snel even je voicemail afluistert en dan weer snel terug de meeting in gaat. Ja, hoe productief ben je dan nog? Ben je dan uitgerust? Open het hart. Uitademend omlaag. Klinkt misschien een beetje overdreven, maar wanneer vanuit een meeting mensen heel even hun mind vanuit de purpose van de meeting wordt weggehaald, even tot zichzelf komen, even over een ademhaling nadenken, eventjes tot rust komen, zijn ze veel productiever voor de meeting die er dan volgt. En we brengen de handen naar achter, met de vingers naar achter, duimen naar voren. Je voelt dat je goed stevig staat, dan adem je in. Mensen komen meer thuis bij zichzelf, dus durven ook authentieker vanuit hun hart, zeg maar, te delen wat belangrijk is voor hun, maar ook dus voor je team en je organisatie. Zo kan je alle doelen op een rij brengen. Mijn eigen ervaring was, nadat we dit gedaan hebben, in het begin was het wat lacherig. Op een gegeven moment was iedereen volledig bezig met Energizer. Volledig bezig in het ademhalen, in het tot rust komen, een beetje tot zichzelf komen. Daarna gingen we terug naar de orde van de dag. De flipcharts kwamen weer. En men was opener, men was frisser, men dacht weer na. Ik ben hiervan overtuigd. Anna, yes. Ik weet nou niet of ik moet lachen of huilen. En het zou bijna een soort sketch zijn. Ik heb ook niet gezegd dat het leuker wordt, dat vergaderen, maar wel effectiever. Is dit serieus? Nou, dit is echt serieus. Dit is het nieuwe vergaderen bij het Hilton. En het is een pakket, dat kan je boeken. Wat erg. Werkt het ook, Ilan? Vergader je ook beter hierdoor? Ja, het werkt wel, want je wordt creatiever. Je concentratie gaat omhoog. Als je beweegt sowieso, dat heeft een socioloog van de VU, Erik Scherder, onderzocht. Zitten is dodelijk sowieso, zegt hij. 2,5 uur per dag zitten achter je bureau is niet goed. Je moet af en toe opstaan, de trap nemen, rondlopen. En dat geldt ook voor vergaderen. Staand vergaderen is 34% effectiever dan op je stoel zitten, omdat zoals wij deden. Omdat mensen sneller weggaan waarschijnlijk. Nee, ja, je komt sneller tot goede ideeën. Of ga naar buiten, maak een wandeling. Dus notuleren wel wat lastiger. Maar ja, het gaat echt beter. De goeroes bezweren dat. Beter vergaderen in een korte tijdsbestek. En we hebben wat te winnen, want we vergaderen wat af, hè? We vergaderen zeker wat af. We hebben in Nederland ook een heuse vergadersocioloog. Dat is Wilbert van Vree. En hij heeft berekend dat de gemiddelde werknemer 25% van zijn werktijd kwijt is aan vergaderingen. Dat is voor iemand een fulltime baan, dus gewoon meer dan een dag. Maar Ilan, mag ik je toch even onderbreken? Moeten we niet gewoon minder vergaderen in plaats van anders vergaderen? Nou, vergaderingen zijn heus wel nuttig. Ze zijn wel nodig om een bedrijf een beetje goed de dag door te helpen. Volgens mij zijn er heel veel vergaderingen maar totaal niet nuttig. Je moet sowieso niet langer vergaderen dan een half uur, zeggen de mensen. Maar jij zegt, we vergaderen 25% van onze werktijd. Ja. Zitten daar dan nog verschillen in? Management vergadert meer dan wij, neem ik aan nog. Ja, zeker. Als we de graphic nog even terug kunnen krijgen, dan zie je dat directieleden 8,5 uur per week kwijt zijn aan vergaderen. Managers maken het nog iets bonter. 9,5 uur per week. En er zijn ook heel veel kosten mee gemoeid. Want 14 tot 30 miljard per jaar geven we uit aan vergaderen. Dat lijkt me nogal veel. Toe maar dat yoga vergaderen daar bij het Hilton kost ook nogal wat, neem ik aan.
Ja, hoeveel het precies kost, dat wilden ze dan weer niet zeggen. Ze zeggen wel, het is niet heel veel duurder dan gewoon vergaderen. Want ja, de ene lunch wordt vervangen door een powerfood lunch met sapjes en zo. En of je nu yoga gaat of pauze hebt en je mail checkt, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar goed, het is het Hilton, kost natuurlijk wel wat. Het kan heus wel goedkoper. Je kan bijvoorbeeld gewoon met de hele club naar buiten gaan. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Dat is sowieso een goed idee. En die vergadersocioloog van Vree, die heeft sowieso een paar tips. Zelfs als je blijft zitten, hoe je effectiever kan vergaderen. Kan je dus gewoon op kantoor doen. Streef naar iets prikkelends. Iedere 5 minuten. Geef elkaar complimentjes. Wees vrij van ironie en cynisme. Dus niet zoals jij op de yoga mevrouw reageert. En vervang de rondvraag. Of altijd zo'n irritant dan? Puntje. Nou ja, door gewoon agendapunten aan te dragen voor de volgende vergadering. Dat helpt al. Hoef je niet per se vanuit Hilton. Maar je ziet, je kunt er een hele leuke dag van maken.